Ik weet niet, staat de micro aan? Ja. Oké. Hallo, dag, lieve kijkers. Horen jullie ook, Anserik? Want we gingen hier... Ja? Welke stemtest gaan we eerst doen, Anserik? Europees, Vlaams, Brussels, Belgisch? Vooral mee eens. Kom aan, Europese verkiezingen doen, want dat is een waar niemand iets van snapt. Nee, dat is waar. NGA's mogen geen migranten op zee meer redden. Ik ben van mening dat NGO's doen wat ze niet fucking kunnen laten, maar dat we daarvoor niet per se moeten betalen. Nee, ik heb ook gezegd dat ze dat wel mogen doen. Allee, een NGO doet wat ze wel. Nee. Ja, oneens ben ik. Ja. Autoconstructeurs moeten verplicht worden meer elektrische. Nee, verplicht. Fuck die shit. Europa moet hard optreden tegen lidstaten die grote belastingsvoordelen toekennen. Laat de mensen toch maar rust. Ik ja. Ben weer oneens. Kun je het ook niet echt wat de bedoeling heeft? Oké, dit is een goeie. De EU moet beslissen of het zomeruur of winteruur wordt ingevoerd, niet de lidstaten. En wat, ik ben hiermee akkoord, want we zitten met een wereld vol domme kloten, dus eens, nee. Ja, maar ja, daarvoor is het niet goed beslist, nee. Uiteindelijk moet dat gewoon winteruur zijn. Maar nee, man, doet gewoon de standaard tijd. Bedoel, ja, de winter dan. Ja, inderdaad. Ik voel dat nu ook. Voel jij dat ik niet kijk? Ja, ik voel dat. Ik voel dat een beetje. Europa moet een actievere rol spelen in de bemiddeling tussen Israël... Maar nee, trek dat ze in het plan trekken. Maar ze moet maar oplossen. De voorzitter van de Europese Commissie moet rechtstreeks worden verkozen door de Europese burgers. Dat vind ik wel een geinige. God, dat vind ik wel... Ja, ik weet het niet. Dan worden we meer gelijk Amerika. Maar wat weet ik van al die Europese? Allee, ken ik dat niemand? Maar, ik weet niet, ja. Je hebt daar Julia Reda en Gerolf Ananas en Nigel Farage. Dat gaat wel nog grappig zijn. Misschien... Ja, als die nu blijven, dan blijft die P ook in de Europese Commissie. Ja, ik weet het niet. Ik moet het nou bestuderen voor de komende preek. Maar ik ga hiermee eens zijn, omdat ik het wel lachen vind. Omdat we zo van die Trump-Hillary-praktijken kunnen krijgen dan. Oké, dat is wel tof. Ik ga mijn patches ontwerpen. De EU moet stoppen met investeren in de uitbouw van... gaspijpleidingen. Ik weet niet waarom niet. Allee, waarom moeten ze dat niet bouwen? Ja, maar ik vind het weer een stomme vraag, hè? Want de EU moet stoppen met investeren. Ja, daarmee ben ik het eens. In de uitbouw van gaspijpleidingen, dat kan mij niet schelen. Ik ga eens stemmen. We zullen wel zien. Het is dat, hè. Ik ga N-VA uitkomen, hè. Ik heb N-VA uitgekomen. Heb je N-VA? Ik weet het niet meer. Ik heb het al een keer gedaan, maar we zullen zien. Er moeten opnieuw grenscontroles tussen de lidstaten worden ingevoerd. Maar nee, hè, ja. Dat is een beetje het goede aan de EU. Wie Europa illegaal binnenkomt, kan er geen asiel vragen. Oeh, wat zeg jij, Anserik? Ja, ik vind dat een beetje een moeilijke, ja. Ik heb gezet dat ze geen asiel kunnen aanvragen, maar ja, hoe gaan ze anders eigenlijk binnen? Ik weet het wat niet, hè. Nu, ze zijn hier, hè. Het is dat. Wat moet je ermee doen? Ik zou denken van, ja, kijk, ze kunnen het wel proberen, hè. Ze kunnen het wel vragen, dus ik ben oneens. Buitenlandse werknemers die tijdelijk in België werken voor een buitenlandse bedrijf.
Moeten bijdragen betalen aan de Belgische sociale zekerheid en niet aan die van hun. Ja, ik ben er mee eens, dat is eigenlijk een nationalistisch. Als de VS Europese producten meer belasten, dan wel. Nee. Ik heb gezegd, jawel. Ja, je vindt van wel, je denkt van ja, oké, dat is eerlijk, maar het komt erop neer dat ze dat weer uit onze zak komt, hè. Dat is ook waar. Bedrijven moeten meer betalen voor hun CO2-uitstoot. Ik ben dat zo beu, hè. CO2 is wel degelijk het enige wat wij iets aan kunnen doen, maar het is zeker niet de... Het is zeker niet meer dan 50% van de oorzaak. Dus ik ga hier oneens mee zijn. Zijn er, ik ben een keer de reacties aan het lezen. Ik kan het zijn er veel zeggen dat je met zijn microfoon gebruikt. Ja, sorry, lieve kinderen, want dat is hier allemaal nieuw. Ik hoop maar even mee. Podcast, Mike. Is dat niet goed? Ik weet het niet, ja. Staat hij te luid misschien? Ja, ik heb mijn tweede scherm hier niet, dus ik ben jullie comments niet aan het lezen, kinderen. Trek tot het plan. Er moet een extra belasting komen op de winsten van banken in de EU. Ja, want ik ben voor industrieel kapitalisme, ja, maar tegen financieel kapitalisme. Banken zijn klootzakken. Banken zijn klootzakken, vindt. Je ziet dat hoe je ziet. Europa moet niet ingrijpen als de persvrijheid schende. Ja, in wezen ben ik daarmee oneens. Vind ik dat Europa wel zou moeten ingrijpen. Maar die definitie, de persvrijheid schende, wow. Wie gaat dat bepalen? Wie is de arbiter van de waarheid? Ja, oké, okay, dat is wel waar, inderdaad. Dat is een goed punt. Ik ga eens zijn. Kwestie van Europa moet zich gewoon... Ik ook. Anserich, wilt jij de volgende vraag lezen voor mij? Ik zal dat eens zeggen voor jou. Je moet een gsm-abonnement kunnen nemen in een ander land om er in eigen land mee te bellen. Daarmee ga ik eens. Zeker, je ziet, die boekerprijs in Frankrijk, daarvan zoek ik wel een abonnement wel een paar. Je kunt een gsm... Hey, dat is toch het... Je kunt dat, dus ik ben het eens. Dat ja, is maar je kunt maar zo... Ja, maar nee, maar er is... je kunt dat niet eens... Ik heb dat gelezen, oké. Is dat heel uitleg over hebben? Maar hebben ze dan over Lika Mobile en Ochtel Mobile en zo? Nee, het is echt gewoon... Je kunt maar voor 30 dagen of zo dan, of... Je kunt maar voor een bepaalde tijd dat op de mens sluiten voor het in buitenland nu, is dat ik zo. Is zo? Fucking fascist, ja, wie heeft dat bepaald? Er moet een Europese robottax komen en ja, dat is exact wat je denkt. Een tax op robots. Zo gelijk die ene van, hoe heet dat daar, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Data van Star Trek The Next Generation. Ik vind niet dat je extra taxen moet betalen voor data. En ja, ik weet dat hier over automatisering in de industrie gaat, maar fuck nee. Er moet een Europese tax op vliegtuigbrandstof komen. Ah, wel, nee. Nee, zie je. Ja, maar groene jongens zullen zeggen van ja. En ik was vroeger ook meer zo, hè. Maar ondertussen is zo van, mannen, het is genoeg met die taxen. Er moet een gemeenschappelijk Europees leger, nee. Ik ben tegen een Europees leger om een simpele reden dat de Europese vlag echt niet cool is. De vlaggen van de individuele lidstaten zijn zoveel cooler. Wow, die sterren toch? Toen je zo met je bezig aan het sterrenmeisje van vroeger. Het sterrenmeisje. Kimberly. Was die, ja, Kimberlytje. Was die van Kortrijk? Ja, peest wel, ja. Ja! En hoeveel sterren had ze? Stuk of 7? Ja, in de vierde. Of wij hebben er geen 27. Ik weet niet hoeveel dat we er hebben, maar
Het is niet meer representatief. Landen buiten Europa die geen inspanningen doen om het aantal migranten uit hun land naar Europa te beperken, moeten minder ontwikkelingshulp krijgen. Nee, je zou denken van wel, hè. Ja, ze willen niet meewerken, dus je moet ze ontwikkelingshulp geven zodat ze daar blijven. Wat jij, Anserik? Ik ben het eens. Oh shit, nee, ik ben het oneens. Wacht. Je kunt nog weer een keer normaal. Ja. Nee, wel, ik ben het oneens. Europa moet genetisch gewijzigde gewassen toelaten. Dat zou wel zijn. Heb jij graag GMO-patatjes? Nu, ik ben ook eens, hè, voor alle duidelijkheid, maar... Ja. Ja? Ik weet niet, ik heb er eigenlijk al geen probleem mee. Die smaken wel goed. Voilà. De invoertax voor landbouwproducten uit ontwikkelingslanden moet worden verlaagd. Ja, nu zijn we er, hè. Ik sta oneens, ja. Ik ben eigenlijk oneens, omdat ik vind ja, dat je best wie voert er allemaal in? Hier koopt. Hè. Dat is ook beter voor het milieu. Ja, en wie voert er al in? De grote bedrijven. Zijn ja, als zo Monsanto en shit is, maar oké. Okay. In heel Europa moet er een minimumloon ingevoerd worden. Nee, dat laat je aan de naties van Europa. Wij zijn geen staten en shit, hè. De verkoop van tabaksproducten moet nog meer... Nee. Dank u, Antje. Ik wist niet dat we zoveel gingen overeenkomen. Onkruidvergers met glyfosaat moeten volledig verboden worden. En wel, ik heb er gewoon te weinig kennis over. Ja, ik heb het... ik weet wat het is, maar het is kankerverwekkend. Maar... Ja. Ja, je kunt ook geen mening doen, hè. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou ook... ik zeg niets, want ik heb er niet genoeg kennis over. Ik ga u volgen. Europa moet de sancties tegen Rusland verder verscherpen, ook als dat tot tegenacties leidt. Toch. Ja. Oneens zeker, want in de oorlog van de EU tegen Rusland, wint Rusland. Het is dan. Dat is ook niet veel nut, ja. Ook al sancties, en het hebben we ook nog niet de Russische sancties. Hey, maar dat kan mij niet schelen, hè. Dan heb je zo die lijst van kies uw belangrijkste onderwerpen. Ja. Dat van die tabak. Europees leger... Ja, is dat tabaksproducten beperken? Ja. Minimumloon, dat vind ik ook. Dat ze genetisch gemodificeerde gewassen, dat ga ik ook pakken. Ik vind dat een moeilijke nade. Maar GMO's? Maar nee, die vijf dingen kiezen, wat je belangrijk vindt. Ah, sorry. Goh, waar staat hij nu van? Ah ja, hier, GMO's. Boer Charles zei dat niet bewezen heeft van die GMO's. GMO's zijn over het algemeen, ik bedoel... Het is ook niet de bedoeling. Je kunt individueel... Ja, fuck, ik ben N-VA. En dan Vlaams Belang en dan Open VLD. Ah, tja, ik denk dat... Ik heb vanochtend die test ook nog een keer gedaan. En toen was ik Open VLD. En dan N-VA en dan Vlaams Belang. SPA, PvdA staat redelijk hoog. Groen. Groen staat redelijk laag. Maar de Tjeven staan op laatste. En daar ben ik het volledig mee akkoord. Oh, nu kunnen we de chat lezen. Nee. Wie? Johannes Bubbe. Ja. Anserik, zitten er toffe reacties tussen, want... ik lees niet graag. Ik kan eigenlijk niet lezen. Disclaimer. De stemtest heeft alleen nut als de politici hun voorstellen ook in praktijk omzetten.
omzetten. Wat in het geval van België een onmogelijke zaak is, omdat alle politici corrupt zijn. Mijn excuses. Ja. Fuck, nu is hier een open show, zeker. Vraagt dat spel mij hier nu om te modereren? Ja. Jezus. Dan kun je moderator zijn staan ook, hè. Wil je geen moderator zijn? Ah, liever niet. Mannen, wij moeten dat allemaal niet lezen. Vettig is lijf. Ja, ik dacht al van misschien moeten we dat experiment hier de livestream noemen. Ah, ja. Onafhankelijk Vlaanderen, godverdomme. Ja, alles op zijn tijd, hè. 100% NS-vapraar. NSV? AP, ik weet het niet. NSV, Nationalistisch Studentenbond. Nationaal Socialistisch Vlaamse Arbeidspartij, ook dat of zo. Oh, maar nee, is dat de Hollandse, zo de nazi's van Holland, de NSB? Wanneer eten we volkorentaart? En wel, Village People, wie zijt gij? Zijt gij toevallig Hendrik Caret? Want dan kunnen we wel een keer voor korentaart eten. Misschien morgen. Ik ben er morgen. Je bent wel al wat langer dan een kwartiertje live, hè. Ah, ja, oké, het is goed om het hierbij laten, hè, mannen. Vettig kwartiertje is fake news, dank u. Dank u. Oh, er zijn, jullie zeggen de mooiste dingen. Ik heb er toch een keer een expose video gevonden. dat is voor u. Jij mocht dat doen, een expose video. Behind the scenes. wat was ik vandaag? Iemand noemde mij de Piet Huizentruid van de politieke satire. En dan denk ik van, weet je, die mens heeft misschien geen haar, maar hij heeft wel boeken geschreven. Geld. Hij heeft geld. Hij zit in het zuiden van Frankrijk. Voilà. Dat zou mij ook wel bevallen. Meer livestreams. Ja, ik zou wel willen doen. Eigenlijk, kinderen, wat ik aan dacht, is om samen naar de stream van de verkiezingen van 26 mei. Is nu, ja, 26 mei, de verkiezingen te kijken. En dan steken we ook weer plezante gasten in de Discord, gelijk Anserik en eventueel C-Chat. Wat doe misschien wel met voorbereiding? Ja. Maar ja, dat gaat hier toch? Ja, stop. Wie is de boy in de voice chat? Ja. Wat? Sorry, wie is de boy in de voice chat? Ja, Anserik natuurlijk. Een beetje de PewDiePie van Vlaanderen. Van West-Vlaanderen. Van West... Zuid-West-West-Vlaanderen. Ik bedoel, West-Vlaanderen is groot, hè? West-Vlaanderen is goed genoeg. Oké. Is er hier een stripclub? Ook mooi. Ja. En dan... Daarnaast de koningin van Onderland. Zou iemand dat nog ooit terug willen zien? Ik ben trouwens van plan, nu dat ik hier toch ben, om... mensen te spreken. Anserik is hier trouwens ook. Hè. Is iedereen al geabonneerd op Anserik? Subscribe to Anserik, hè. Ja. Zeker dat, hè. Dat is wat die schieter in Nieuw-Zeeland zei, hè, voordat hem begon. Zei ja, toen, ik ook zoiets subscribe verstaan. Subscribe to Anserik. Ja, en de media heeft dat weer helemaal veranderd. Ze hebben dat PewDiePie geschreven. Dat is nieuw dat je Anserik schrijft. Hè? Nee. Pees dat ook. Maar eigenlijk was het, subscribe to Anserik, maar je begon te skieten. Pew, pew, pew. En daarom is hij PewDiePie. Ja, ik ben mee. Pew, pew, PewDiePie. Kinderen, ik denk dat de preek wekelijks misschien een beetje moeilijk wordt. Dus het zal waarschijnlijk 2 wekelijks worden. Hey, hallo. Hey, ik kan hier ook. Wekelijks, dat is goed, hè. Maar ja, kwaliteit boven kwantiteit, hè. Zeker dat, hè. Ik doe dat ook altijd, en daarom upload ik zo één. Het mag wel nog een keer een feestje vlog komen. Ik vind die kei leuk. Ja, ik ben bezig met een nieuw liedje ook. Dat is, ja, ook een nieuwe rap.
Over zo nee. Iets over Congratulations, die series Nee. Russian Hardbase. Oké. Dat denk ik wel anders. Elke week een preek kan ik echt niet aan. Oei, oei. Ik heb altijd 2 weken nodig om alles te begrijpen. Ik weet nu nog niet wie Village People is, hè. Maar dat is een mens, een oude mens, dat ik ergens ontmoet heb. Allee, cool. Ja, maar meer dan dat weet ik niet. Ik bedoel, ik heb die een avond 5 oude mensen ontmoet. En ja, nu zit ik ermee. Maar ja, de oude mensen op YouTube, dat moet ook kunnen. Zonder Rosal en de jonge mensen. Zijn er nog vragen, kinderen? Voor mij of voor Anserik? Ik ben hier nog een minuutje of 2. Doe dit elke week. Ja, elke woensdagavond of zo. Of donderdagavond misschien, als jullie dat liever hebben. Wat denkt jij, Anserik? Ik vind dat je dat moet op een vast tijdstip alleszins doen. Elke woensdagavond om 8 uur. De livestream. Dat moet je niet doen, hè. En dan voor de rest zullen we de stripclub opnieuw uitbrengen en zo. Hè, elke week een nieuwe stripclub. Het zal altijd maar Anserik zijn, deze keer. Wat? Woensdag is goed. Leeftijd en burgerlijke stand van mij. Leeftijd is meerderjarig, maakt u geen zorgen. En burgerlijke stand, ja, ik zit op onze secretaresse. Ja. Ik 23 en single en ready to mingle. Hey, vrouwkes. Oei, en wat vind jij van transvrouwen? Zijn dat ook echte vrouwen voor u? Voor mij niet. Zouden die willen poepen? Ja, dat wel, maar dan, dat is je liefde. Dat is gewoon omdat je alles en iedereen wilt poepen. Maar ik vind dat zo geinig dat daar zo over geluld wordt van als ze dan niet wilt poepen, dan zij dat aan het discrimineren. Ja, maar ja, ik discrimineer ik 100 wijven op een dag dat ik niet wil poepen. Het is dat. Oei, wat is dat hier? Heb je een Hitlersnor op je kin gewaagd? Ik had laatst een Hitlersnor geschoren, maar ons C zei dat ik niet mocht. Ik ga een keer mensen interviewen in Brussel-Noord. Hé, ik loop niet rap genoeg daarvoor, dus nee. Een hat is een hat. Voilà, dat is het probleem. En minnaar laat zijn rivalen veel meer dan dat hij van zijn minnares houdt. Dat snap ik ook niet zo goed. Ik ken het ook niet. En dan zegt hier iemand, ik poep geen dikke wijven. Waarom houdt YouTube dat tegen? Mensen moeten dit weten. Censuur is censuur. Overal. Ik ben village people. Ah, Timo. Ah, jij bent village people. Ja. Ik ben de village people. NSB is een rare. Ja. Goed, dan zullen we het hierbij laten zien. Oh, er is weer censuur. Ik poep enkel dikke wijven. Dus, doe of doe het niet. Het is niet goed voor YouTube. Nee. Ik vraag me eigenlijk af op wat dat ze zo pakken. Want heb je dat gehoord van Facebook? Dat ze wijven, hè. Wil ik het testen, hè? Of poep. Oké, type. Ah ja, dat poepen zijn dan. Mooie wijven, dat staat hier, zonder probleem. Ja, en poep ook. Ik meen het, Karel, ik heb je een bericht gestuurd op Facebook. Iemand anders stuurt wijven en het wordt wel poepwijven. Ja, dat wordt helemaal. Maar het wordt, godverdomme, ik wil hier geen censuur op. Like, er is ook geen censuur op de comments, hè. Penis wordt ook niet toegelaten, alleen je mocht het allemaal proberen. Ja. De laatste preek, we hebben eindelijk demonetization en de laatste preek is direct gedemonetized. Maar de titel was terreur. Dus, En? Chris Peters is wel toegelaten. Dat wordt niet gecensureerd. Dat is toch min of meer een penis. Ja, ik vind dat ook wel vreemd. Bart de Wever is ook direct toegelaten.
Wanneer komt het interview met die mensen van de jeugdraad? Dat interview komt niet, kinderen. Ja, ik wou daar nog iets over zeggen, maar ja, ik heb niet zo'n kansen als nu. Dat komt niet. Het geluid is niet te herstellen. En eigenlijk zouden we dus moeten nog zo'n micro of nog zo twee hebben. En ik zou ze graag nog eens interviewen dan voor de... Ja, voor een soortement podcast of zo. Wat is uw favoriete porno-genre? Anschrik, ik denk dat dat voor u is. Ah, is dat voor mij? Ik denk dat ook. Denk hentai. Dat is die Japanse animatieporno, ja. Hè? Ja. Ja, ik ken en vooral, vooral ken Pokémon. Ik dan niet, ja, mannen. Ah, Pokémon-porno. Ik ben heel erg into gewoon alles van Rule 34, van Belgische politici. Met name Margie de Blok. Dat is regel 34, hè. Als je het kunt bedenken, zal het iemand zijn fetisch zijn. Dus... Margie de Blok, porno. Rule 34, Margie de Blok, kinderen. Iedereen googelen. Pornhub, Margie de Blok, Young Money Bad Bitch. Wat is jouw favoriete... Anstrik, wat is uw favoriete VRT-programma? Nu kijk ik naar Dink Undercover. Ik vind het wel nog goed. Ik heb graag het journaal. Ik van heel zijn gasten. Ik heb graag de afspraak, maar enkel met Bart Scholz. En het zomeruur. Is dat... Wat is het zomeruur? Dat is toch gewoon die beelden. Ik heb eigenlijk geen tv. Zonder babbel. Of nee, of we noemden dat vroeger. Huh? Wat? Sorry. Oh, laat maar. Nee, het was ook aan het... Het journaal is de slechtste soap ooit. Nee, het is de beste soap ooit. Je moet... Je weet... Het journaal, dat is het nieuws, dan sport en dan nog een uitsmijter. Tussen de sport en de uitsmijter is het verhaalelement, is het soap-element. Wat gaat Maarten deze keer tegen Hanne de Koutere zeggen? Ja, dat is waar. Ja, maar dat is... Goele Wachters vindt dat die andere geen baard heeft. Goele Wachters heeft graag mannen met baarden. Hanna de Koutere is voor KV... Nee, is voor Racing Genk. Ik weet niet. Is iedereen hier voor... is iedereen hier voor RWDM? Of ben ik het er alleen? Voor wat? RWDM. Racing White South Daring Molenbeek. Dat kan ik niet. Nee, er zullen misschien twee al gasten in de stream zitten die dat snappen. Je tweet is ook gecensureerd omdat je je eigen mening heeft. Oh my god. Ik volg MMA. Huh? Ik volg MMA en dat wordt gecensureerd. Voetbal is voor homo's. Ja. Hanne de Koutere komt uit hetzelfde dorp als mij. Ja, godverdomme. Bejekke Martin Tange. Ja, 40 jaar geleden misschien. Ja, inderdaad. Maar ja, ze zijn geboren hier, dus ja. Is hij van Kortrijk? Beste hem. Was een bluf te ontkennen. Ja, wat dat ze waarschijnlijk ook zal ontkennen is... Weet je wat ik ga zeggen? Haar man is dood, nee. Hè, Anstrik. Ah ja, ik heb daar iets van gelezen. Maar wat je niet zult gelezen hebben, is dat die man een ex-VMO'er is. Ah? Nee. Hey, je hebt het hier gehoord, hè, kinderen. Jos van Hemelrijk had vroeger een foto van Adolf Hitler op zijn pas staan. Op zijn pas? Ja, het spijt mij dat iedereen zijn man dood is. Mijn vrouw leeft nog en dat is ook triest, maar op een andere manier.
Inderdaad, inderdaad. Wat is zij, de abonnees komen hier binnen, ik zet de bik aan de 800. Is het echt, is iedereen aan het abonneren op u? Nee, ik zat al in de... Ja, ik zat al vier, bij het volgende of vier. Maar het zou wel mogen, hè? Ik bedoel, Vlaamse YouTube is klein, maar er is wel leven. Zoveel en er ook stoppen, hè? Dat vind ik. Waar is Espe? Wat is er gebeurd met Espe? Ja, dat is niet per se mijn content. Ik ben een beetje ja, de auto voor, weer, maar hij deed dat wel goed. Dat, voilà, dat zeg ik. Ik hoop niet dat ik er allemaal naar kijk, maar ik vind het ook jammer. En, pff, ja, ik weet het ook niet wat er mee gebeurd is. Zet die tween voor Wevelgem. Ah, Wevelgem. Zit u... Wevelgem, Ted Rossa voor te weg. Nou, ik weet het niet, wat ik daarvoor wil zeggen. Oké. Okay. Espe streamt vooral de laatste tijd. Ja, oké. Okay. Dank u wel dat je dat zegt, want ik zit zelf echt niet op Twitch, ermee dat we dit op YouTube doen. Wie is die kid die niet op cam is? Ja, answer ik ja. Maar hoe kunnen mensen dat nu weten? Jij bent toch ja. Mijn beste vriend? Voilà, en voilà. Zo'n mooie, egale stem. C-chat herkent je altijd direct. Pees niet uit Mojo op PC, is het een rot spijt, ding is PressTube. Dr. Joseph streamt nu Sekiro op Twitch. Oké, okay. Ja. Ik kan dat lopen. Dr. Joseph speelt Call of Duty 1 en 2. En that's it. Is die goed? Is Dr. Joseph uw onkel of uw bompa? Hij is geen van de twee, helaas. Of, ja, helaas. Misschien wel goed. Dr. Joseph is een vriend. Is die eigenlijk echt dokter? Of? Ja, maar ik wil niet zeggen in wat. Oh ja, nee. Zo van. Allee. Een doctoraat, dat kan in alles, hè. Linemaker was ook een grote YouTuber. Ah, ja. Wie is Linemaker? Nou, wat, die grote YouTuber. Ah, ja, natuurlijk. De grootste is Acid, hè. Hé, hey, Wubbe! De grootste Vlaamsten, inderdaad, is Acid. En kast die op? Maar om eerlijk te zijn, ik kijk er niet naar. Het is eerst Tom Vrees Unagis en toen Castiop of zo. Unagis, dat zegt me iets. Mag ik iets zeggen over Acid? Acid is niet de correcte manier waarop dat je acid uitspreekt. Nee, maar je weet dat, hè. Ja, oké, je weet dat. Maar wat voor taaltje spreekt die jongen ook? Nee, maar je hebt dat gewoon met die vroeger, dat ik uitgelegd. Als die jong kwam, wist hij niet wat hij moest acid zeggen. En daarom... Ja, maar dan kan ik het begrijpen. En je kunt het dan wel meenemen, maar welk taaltje spreekt die? Jij van Blankenberg, maar je zegt maar dat ook, is geen West-Vlaams. Nee, doe zo'n tussentaaltje, omdat hij ook veel, weet dat hij veel Hollandse keert. Dokter is dokter, dus ja, dat komt goed. Anders kom ik de volgende keer. Dat is Bubbe. Ja, Bubbe is misschien wel een dokter. Hij is al sinds een commandant. Ik ben niet. Ja, die linemaker inderdaad, wat die pedofilie. Ja, dacht ik. Wat? Die linemaker. Ja... Je vroeg toen ze aan mij foto's te sturen en al, of zoiets. Als een fans. Het was een redelijk fout. Dus dat was een jonge YouTuber, zo Charles van Acid en Kastie op. Dat weet ik niet, just. Ik heb dat nooit gekeken. En dat was, maar er was ook een Amerikaanse, ja, weet je, soms zijn de viesreken, hè, ja, kijk, als u dat echt kan interesseren. Wel, ik wens u veel beterschap, maar als je er... Kijk, kort lunchen voor pedofielen. Noem mij van de Dutroux-generatie. Ja, dat, zeker dan. Allee, dan gaan we het hierbij laten, Anserik, want er wordt hier niets interessants nog gezegd, hè. Ik ga het niet stoppen, hè. Kunnen we nog een filmpje kijken? Wel, ik stop de stream. Alleszins, dank u aan iedereen om te kijken. Ik heb niet alles gelezen, maar
We zullen dat wel nog een keer proberen. En misschien, als jullie heel braaf zijn, is Ansrik er dan ook bij. Misschien.